kijk nou, die kleuren, die emoties van de mensen, die rimpels. Emoties? Dat kan je toch prachtig vastleggen. Wat vind je van de optocht? Leuk, ja. Wel veelzijdig, maar leuk. Wat gebeurde daar? Nou ja, ik moest in een schilderij van Rembrandt optreden. En hoe ging het? Ben ik helemaal geel nu? Nee, het ziet er heel goed uit. Ze hebben je goed geschilderd. Oh, dankjewel. Nee, het was leuk. In je neus. Nee, niet in mijn neus. In mijn mond. Hoe ziet voor jou 3 oktober eruit? Normaal gesproken doen we alles. Ook de reveillen en koraal en dat soort dingen. Maar dat hebben we dit jaar een keertje een beetje rustig aan gedaan. We zijn begonnen met de haring. En heb je een speciale outfit aan vandaag? Altijd. Altijd rood-wit. Ja. Elk jaar weer wat nieuws? Nee, dit jaar eigenlijk niks. Sorry, ik ga volgend jaar weer sokken kopen. Want nog steeds is vader niet thuis. Optocht voltooien en gewoon doorgaan.